weten. Kathleen van Bremt, goedemorgen. Goedemorgen. Veel ambitie, veel maatregelen, veel geld. Als Europarlementslid voor SPA uit de fractie, ook van Frans Timmermans, de Europese commissaris, die vandaag mee het plan voorstelt. Is het allemaal haalbaar? Het klinkt wel allemaal goed natuurlijk, maar is het ook haalbaar? Natuurlijk is het haalbaar. Het is een bijzonder mooie dag vandaag, vind ik. Europa toont de weg. Hè. Niet alleen in Vlaanderen, dat is heel erg nodig, maar ze toont ook de weg in de rest van de wereld. Uiteraard is dat haalbaar. Dat gaat uiteraard heel wat inspanningen kosten. Maar, en dat is heel belangrijk om te benadrukken, want iedereen zegt altijd, het gaat veel geld kosten, niets doen of minder doen gaat nog veel meer geld kosten. Dat gaat een zeer negatieve impact op ons bruto nationaal product hebben. Dat gaat geen jobs creëren of veel minder jobs creëren. En de kost van de klimaatverandering, ook in Europa, gaat zo immens groot zijn, ja, dat we eigenlijk, het is een beetje gelijk met de begroting, we gaan de factuur gewoon naar de volgende generatie schuiven. Het is onze verdomde plicht om het nu te doen. En het kan. En maar het mooie is ook het warm water niet uitvinden natuurlijk. Nee. Elektrisch rijden, huizen renoveren, strengere uitstootnormen. Absoluut niet. Er staat niks tot hiertoe, wat ik tot hiertoe gelezen heb, niks in wat ik al niet wist. Wat is het knappe aan dit plan? Dat zijn twee dingen. Eén, dat is de norm heel duidelijk leggen. Tegen 2050 klimaatneutraal, punt. Geen CO2-uitstoot meer. En als we CO2 uitstoten, dan moeten we daar technologische oplossingen voor hebben. Maar twee, het plan grijpt in op alle aspecten van onze samenleving. Het gaat over economie, het gaat over mobiliteit, maar het gaat bijvoorbeeld ook over onze landbouw. Ja, de ambitie ligt ver, hè? Ver in die zin dat het misschien ook allemaal wel net iets te snel is en gaat, want de hele Europese wetgeving moet hiervoor herzien worden. Ja, maar we hebben de laatste jaren niet stilgezeten. Hè? We hebben al heel wat wetgeving, we gaan die eigenlijk gewoon verregaand moeten verstrengen. Ik heb de laatste jaren bijvoorbeeld hard gewerkt aan CO2-uitstoot van de wagens. Ik wou toen daar al in die wetgeving inzetten wanneer we geen fossiele verbrandingsmotoren meer gaan gebruiken. Wel, nu gaan we dat doen, want de basis ligt er. Ja, er is veel werk, maar daarvoor worden politici betaald om te werken. Hè. Het plan is er. Hij wordt vandaag voorgesteld. U zegt het is een mooie dag. Ja. Morgen zou al meteen een minder mooie dag kunnen worden, want dan wordt het plan voorgelegd aan de Europese regeringsleiders. Hoe groot schat u de kans in dat dit zomaar aangenomen wordt? Wel, het is Charles Michel zijn eerste vuurproef. Het is meteen een stevige. Ja. Weet je wat? Ook daar kijk ik enorm positief tegenaan. Vandaag zijn er 3 landen die nog dwars liggen. Van de 28, of straks 27. Mm-hmm. Dat zou een paar jaar geleden niet waar geweest zijn. Wie ligt er dwars? Helaas zijn dat steeds dezelfde. Dat zijn Polen, Hongarije en Tsjechië. Mm-hmm. Uiteraard via, en ik vind dat ook heel belangrijk, hè, dat Just Transition Fond, het woord zegt hetzelfde, Engels woord helaas, maar dat zegt, we gaan op een juiste manier die transitie doen en we nemen daarin iedereen mee. Want dat overgangsfonds waar we het al over hadden, waar 100 miljard euro. Dat is wel onwaarschijnlijk belangrijk. Het gekende voorbeeld, maar maakt het heel erg duidelijk. Er werken 100.000 mensen in Europa in veel vervuilende sectoren die we gaan moeten uitfaseren. Denk aan de kool. Hè. En de kolenindustrie en de kolencentrales. We gaan die mensen wel niet aan hun lot overlaten. En die zitten vooralsnog heel vaak, dus ook in Duitsland, maar ook bijvoorbeeld in Polen. We gaan die mensen opleidingen bieden en ook nieuwe perspectieven bieden door heel hard te investeren in die nieuwe economie. En dat is perfect Polen, mogelijk. Hongarije en Tsjechië vrezen voor schade aan hun economie. Is die bezorgdheid ook niet een beetje terecht? Uiteraard is die terecht. Hè. Omdat op korte termijn je gaat transities teweegbrengen waar dat mensen hun job verliezen in bepaalde sectoren. Hè. We hebben dat trouwens ook al meegemaakt in het verleden als wij de mijnen sloten. Dat was echt heel moeilijk om te doen. Hè. Veel mensen, dat is in hun omgeving, die werken daar, hè, die terug toekomst geven, daar gaat het over. Maar dat is nodig in onze economie. En ik vind het daarom zo belangrijk dat we een heel sterke meerderheid hebben in het Europees Parlement. Mm-hmm. En ik denk straks ook in de Raad om dat te doen. En die solidariteit is natuurlijk wel ontzettend belangrijk. We gaan dit maar kunnen doen als we in Europa voldoende solidariteit opbrengen. En dat is perfect mogelijk. De lidstaten dat ook vertalen naar nationaal beleid, want daar zal het ook op aankomen. Ja, absoluut. Europa gaat de weg tonen. Europa kan middelen vrijmaken, maar vergis u niet, de meeste investeringen zullen uiteraard nationaal in onze nationale lidstaten moeten gebeuren. Daarnet hoor ik hoor dat vaak als er gediscussieerd wordt over de federale regeringsvorming, dan kijkt men naar Scandinavië. En terecht, ik vind dat terecht, dat zijn samenlevingen met sterke economieën, met een sterke sociale zekerheid en een heel sterk klimaatbeleid. Zij tonen eigenlijk dat het perfect mogelijk is. Maar als het op het klimaatbeleid aankomt, dan bukt
Vlaanderen. Hè. En dat is fout, dat is ook heel spijtig, want dat is slecht voor de Vlaamse economie. En ook slecht nu voor weer de Vlaamse met het bevolking. Plan van Zuhaldemir? Maar dat is toch duidelijk. Ik schaam mij te pletter. Ik had liever gehad dat de minister thuis was gebleven, want ik schaam mij te pletter. Waarom? Omdat wij slagen er zelfs niet in om een plan te maken dat de doelstellingen van het vorige plan nog niet kan waarmaken. De Green New Deal, waar we vandaag en straks een nieuwe wetgeving voor gaan maken, wil zeggen dat Vlaanderen veel strenger nog zal moeten zijn. We kunnen niet eens waarmaken wat we in het verleden beloofd hebben. Ik vind dat echt heel triestig. En ik wil er nog iets bij zeggen. Er wordt heel vaak gezegd, klimaatbeleid, veel investeren gaat moeilijk zijn. Maar het heel mooie aan dit beleid is dat de Europeaan er ook beter van wordt. We gaan terug propere lucht hebben om te ademen in onze steden. Er gaan honderdduizenden jobs gecreëerd worden. We gaan een ongelooflijk positieve impact hebben op onze economie, maar bijvoorbeeld ook op onze sociale zekerheid. We moeten dit gewoon doen, ook voor de kwaliteit van leven in Europa. En die Green New Deal die wordt straks voorgesteld door Ursula von der Leyen en Frans Timmermans vanuit de Europese Commissie. Morgen wordt die voorgelegd aan de landen. Kathleen van Bremt van SPA, dank u wel.